Welkom bij Kim. Kunst en cultuur moet het hebben van variatie. En niet zozeer variatie die zorgt voor verstrooiing, als wel een die ons eens een andere blik op de wereld gunt. Dat dachten journalisten Emiel Holman en Wido Smeets ook. En in deze tijden van bomvolle agenda's kwamen zij op de proppen met een nieuw tijdschrift dat klassiek is, maar tegelijkertijd ook verfrissend. Degelijke journalistiek voor een heldere blik. En dat ook nog helemaal gratis. Zuiderlucht. Niet in de spuitbus, maar gewoon op geduldig papier. Het blad is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in kunst en cultuur. Dat is een heel breed publiek. Dat is ook een publiek van high tot low, zoals het tegenwoordig heet. Maar daar maken we verder niet zoveel. Daar maken wij ons in elk geval niet zo druk om. Wij proberen te zoeken naar onderwerpen die iedereen kan raken. Wij zoeken ook naar mensen die in die wereld van kunst en cultuur bezig zijn. En het belangrijkste is eigenlijk dat die mensen een bepaalde drive hebben, dat die, om een goed Nederlands woord te gebruiken, dat die energie uitstralen, dat die mensen bezig zijn met het verwezenlijken van hun idealen. In die zin is het wel een heel erg positief gestemd blad, zeg maar. Wij verschijnen in een oplage van 23.000. En de bladen zijn zuidelijk dus gratis. Het is voor iedereen te krijgen. Je kunt hem afhalen bij culturele instellingen, bij musea, bij theaters, bij cafés, bij plekken waar eigenlijk cultureel publiek komt. Zuiderlucht wordt gemaakt door een groep van 15 à 20 mensen. Allemaal freelancers die op de een of andere manier betrokken zijn, bezig zijn, actief zijn in die culturele sector. Zuiderlucht wordt verspreid via 140 plekken in Nederlands en Belgisch Limburg. En op de meeste plekken staat een display. En die ziet er ongeveer zo uit. En de mensen die er bij die display komen, die kunnen de krant gratis meenemen. En